En dan nu? Hallo kijkers. En deze week wordt de burgemeester Dalisprijs uitgereikt aan Fifi Groenendijk. En zij heeft die prijs gekregen voor al het goede werk wat ze doet voor de minder bedeelde groepen in deze maatschappij. In een nieuwsprogramma van N1 ziet u daar ongetwijfeld meer over deze week. Misschien wordt er ook nog wel eens een straat naar haar vernoemd. Je weet het niet. Maar de burgemeesters van deze stad krijgen wel allemaal een straat, maar daarvoor moeten ze wel eerst overleden zijn. Naast de burgemeester Dalislaan is er ook de burgemeester Hustingsstraat. En dan zijn we daarna de burgemeesters vergeten. Zoals hier bij de burgemeester van Schaakmaton-Singel. De burgemeester Steinweglaan. De burgemeester van Trieststraat. De burgemeester Hendrik Hogerstraat. De burgemeester Bijleveld-Singel. De burgemeester Vonkstraat. De burgemeester van Lijnenstraat. De burgemeester Raukenstraat en de burgemeester Singedonkstraat. En ooit krijgen we natuurlijk nog eens een keer de burgemeester Hermseweg, de Ed de Hondstraat, de Guusje ter Horstlaan en de Hubert Brulsallee. Maar zover is het gelukkig nog niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Nee, de Graafse weg is niet naar Tom de Graaf vernoemd.